Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, president Santokki keynote speaker bij de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Uitvoerend agenda van het volk, belangrijk voor ontwikkeling Suriname. Minister Achai Bersing belicht groei bruto binnenlands product. Illegale feesten, grootste uitdaging rond handhaving COVID-19 maatregelen. En samenscholingsverbod nog steeds van kracht. Suriname structureel vooruit. Van crisis naar blijvende welvaart voor een ieder. Dit is de titel geweest van de reden die president Chandrika Prasad Santokki heeft uitgesproken tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Het staatshoofd bleef op maandag 24 januari 2022 als keynote speaker onder meer stilstaan bij de vooruitzichten voor de Surinaamse economie. Volgens het huidige plan zullen we in 2035 het niveau, van 60% van het BBP bereiken. Maar natuurlijk, als er olie- en gasopbrengsten zijn, dan kan dit uiteraard eerder en zullen ook de schuldeisers verder tegemoet gekomen kunnen worden. De regering heeft steeds gezegd aan die schuldeisers dat wij die schulden erkennen en dat wij die schulden zullen terugbetalen. We hebben bewust niet gekozen voor een default, want dat was ook een optie. Maar wij hebben gezegd, we gaan terugbetalen op basis van een goed herschikkingsplan. Wij zijn verantwoordelijk en we willen alle leningen terugbetalen. Maar we moeten ook ondertussen ook voor onze samenleving kunnen zorgen. Vandaar deze planmatige aanpak. Onze regering heeft inmiddels ruim 1,5 jaar op zitten. Nadat we een regeerakkoord zijn overeengekomen, waarin de hoofdlijnen van het beleid zijn aangegeven, is er verder gewerkt. Na de eerste presentatie van wat er werd aangetroffen, zijn in september 2020 een aantal maatregelen aan de Nationale Assemblée voorgelegd. En die zijn ook ondersteund geworden door het parlement. Er is daarna een herstelplan 2020-2022 gemaakt, wat eind juni 2021 ook is goedgekeurd door het parlement. Er is een meerjaren ontwikkelingsplan 2022-2026 opgesteld en ook door het parlement in december 2021 goedgekeurd. En op basis van ons eigen herstelplan zijn er afspraken gemaakt met het IMF, welke in december 2021 door de board van het IMF voor de periode 2022-2024 zijn bekrachtigd. Het IMF stelt 688 miljoen Amerikaanse dollar ter beschikking voor steun van de betalingsbalans en deze voor de begroting. In het verlengde daarvan gaan ook de Inter-American Development Bank, de Wereldbank en de Caribbean Development Bank het herstelplan ondersteunen. Dit is voor programma- en begrotingssteun en dat is ongeveer 700 miljoen Amerikaanse dollar extra voor onze begroting, voor onze besteding. Ondertussen heeft de regering meer inzicht in het overheidsgebeuren en zijn de overheidsgelden en begroting op orde gezet. De gewijzigde begroting 2021 is goedgekeurd en binnenkort wordt de begroting 2022 behandeld door het parlement. In de begroting van elk ministerie zit een aantal beleidsprogramma's die ook zijn goedgekeurd.
De agenda van het volk is belangrijk voor de ontwikkeling van Suriname. Dit merkte Stephen Debbie Persat, voorzitter van de Vereniging van Economisten in Suriname, op tijdens de nieuwjaarsreceptie van de organisatie op maandag 24 januari 2022. Debbie Persat hield de regering enkele prioriteitsgebieden voor. Hij constateerde dat de helft van de gestelde doelen in de urgentiefase nog niet zijn gehaald. Ook in het afgelopen jaar hebben wij gevraagd en ongevraagd advies gegeven aan de regering en DNA, bijvoorbeeld ten aanzien van de uitvoering van het regeerakkoord, de jaarrede van de president, concept staatsbegroting 2022, concept MOP en meerdere ontwerpwetten. Dames en heren, de VES heeft in het schrijven aan de president van 24 november geconstateerd dat de helft van de prioriteiten voor de urgentiefase van het regeerakkoord nog steeds niet gehaald zijn. Deze urgentiefase zou 9 maanden duren. Tot op heden heeft de regering niet kunnen aangeven wanneer ze haar belofte zal nakomen. Een van de prioriteitsgebieden die plechtig door de 4 coalitieleiders hierin is overeengekomen, is de herziening van de grondwet en het kiesstelsel. Het bestaande stelsel voldoet niet. En dat weten we vanaf 1987. En moet daarom dus aangepast worden. Er is ook behoefte aan een nieuwe, moderne wet op politieke partijen. Met heldere spelregels en duidelijke sancties. Met name op het gebied van financiering van deze partijen. Geen eenvoudige aangelegenheid. Gelet op politieke en persoonlijke belangen die hierbij komen spelen. Ons mooi land Suriname wordt achtergehouden door persoonlijke agenda's die strijdig zijn met het nationaal belang. Slechts 1 agenda moet vanaf nu belangrijk zijn en dat is de agenda van het volk van Suriname. Laten alle politieke partijen voor de verkiezingen inzage geven met naam en toenaam van de bijdrage van sponsoren, zodat eventuele bevoordeling na de verkiezingen inzichtelijk wordt gemaakt en daardoor kan worden tegengegaan. Een ander prioriteitsgebied is het instellen van ethische codes voor politici, beleidsmakers, ambtenaren, staatsbedrijven, maar ook dubbele functies en werkcontracten. Dit hebben wij reeds op 16 juni 2020 aan de 4 coalitieleiders geadviseerd. Zo'n ethische code kan ongebreideld accommoderen van friends, family en sponsoren tegengaan. Dat het herstelplan 2020-2022 onsamenhangend, onrealistisch was, heeft de VES reeds vanaf het begin geconstateerd en doorgegeven. Dit is ons niet in dank afgenomen. Nu blijkt uit monitoring van de regering over haar eigen plan dat het in de afgelopen 15 maanden slechts 19% van het plan is gerealiseerd. Zelfs als we de resterende 11 maanden hard aan de slag gaan en 50% realiseren, kan dat niet zomaar. Het verdient een drastische verandering om deze minimale drempel te realiseren. Nog pijnlijker is de constatering dat slechts 3% van de gerealiseerde projecten worden aangemerkt als stimulering voor productie. Op basis van het schuldherschikkingsplan is de prognose dat het bruto binnenlands product van Suriname in 2035 met 60% groeit. Dit bracht president Chandrika Persat Santokhi naar voren in zijn toespraak tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname. Minister Armand Achai-Bersing van Financiën en Planning ging desgevraagd onder meer in op het BBP. Dat de president heel uitgebreid een aantal zaken heeft opgesomd die gebeurd zijn in de afgelopen periode, maar ook aangegeven heeft waar het beleid in de toekomst op gericht zal zijn
En daar is de president uitvoerig op ingegaan. Het gaat erom dat wij nu tot de conclusie zijn gekomen na evaluatie dat de crisis onder controle is en dat we nu naar het groeipad gaan. En dat heeft de president ook aangegeven, ook aangetoond met de projecties. We gaan een economische groei van ongeveer 1,8% is geprojecteerd in 2022. Komende van een negatieve groei van ongeveer 16% in 2020. Dus dat is een behoorlijke verbetering, een aanzienlijke verbetering. En uiteraard moeten we proberen met de maatregelen die de president genoemd heeft om die economische groei niet alleen te realiseren, maar ook verder uit te bouwen. Over de maatregelen, zou u misschien op één van ze kunnen ingaan hoe die geïmplementeerd kan worden? Nou, de president heeft een paar fondsen genoemd. De productie heeft de president de nadruk op gelegd. Maar hij heeft ook een paar fondsen genoemd waarvan ik kan zeggen dat die al ingesteld hadden moeten zijn. Was het niet dat we geconfronteerd zijn geworden met andere comptabele regels waar we aan moeten voldoen. Onder andere het agrarisch fonds NOVA. Die we gaan instellen om de productie daarmee te stimuleren. Het productiekredietfonds. En zo heeft de president een aantal fondsen genoemd. Dat zijn zaken die we concreet gaan neerzetten. Ease of doing business gaan we verbeteren. De investeringswet heeft de president genoemd die aangepast en verbeterd zal worden. Dus dat zijn allemaal randvoorwaarden om de productie nu te doen stimuleren. Laat mij als eerste de VES feliciteren. En de waardering uitspreken voor het feit dat ze 50 jaar lang aan de weg hebben getimmerd in Suriname. De goede intenties en de goede adviezen hebben gegeven. De president heeft gepresenteerd de hoofdlijnen van wat de regering heeft aangetroffen. Hoe de regering te werk is gegaan. Wat de regering op te lossen heeft en hoe de regering dat gaat aanpakken. Er is nog een vraag. Met betrekking tot het gaan eigenlijk in praktijk brengen van de corruptiewet. Hoe denkt u dat dat concreter zou kunnen? De president is duidelijk geweest. De anticorruptiewet is goedgekeurd in het parlement. Er moeten nog een aantal voorzieningen getroffen worden. En er is duidelijk aangegeven, er moet beschreven worden wie de groepen allemaal zijn, wat de relaties zijn, de verhoudingen en hoe dat precies aangepakt moet worden. Moet je alleen de president aanpakken met die anticorruptieweg en de ministers en de parlementariërs of moet je verder gaan? Moet je gaan naar de departementsdirecteur, moet je gaan naar de onderdirecteur, moet je gaan naar de hoofden van de diensten, moet je gaan naar de hoofden van de gewapende machten? Dus dat traject wordt nu, dat weet ik, dat traject wordt nu uitgewerkt. Dus wanneer de president zegt van er is een anticorruptieweg, dan is er inderdaad een anticorruptieweg, dat werkt. Illegale feestjes zijn nog steeds de grootste uitdaging rond de handhaving van de COVID-19 maatregelen. Zo liet minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie op donderdag 13 januari weten in de Nationale Assemblée. De bewindsman is desondanks optimistisch gestemd. Hij verwacht dat de activiteiten van de politie worden opgevoerd. De grootste uitdaging voor de handhavers, voor de handhaving, is de illegale feesten en ze worden in kaart gebracht en er wordt opgetreden. Ten aanzien van de middelenvoorziening voor operatie Veilig Suriname, er zijn middelen gereserveerd voor dit project en het tempo wordt aan de hand van de middelenvoorziening wordt het tempo opgevoerd voor deze operatie. Ik kan wat informatie delen, wat statistieken. Intern bij de politie hebben ze vanaf 1 maart 2020 tot 31 december 2021 is het dat ook het Korps Politie Suriname getroffen werd door
COVID-besmettingen. Onder meer zijn 216 medewerkers positief getest. Er zijn 350 medewerkers in quarantaine geplaatst. En het KPS heeft in totaal 7 medewerkers verloren aan COVID. Zijn overleden. Vanaf 1 januari tot en met 31 december 2021 kan ik ook aangeven dat 18.194 mensen zijn opgebracht. Er zijn 103.635 personen gecontroleerd. Er zijn 71.328 voertuigen gecontroleerd. Winkels, dat is 1199. Dus dit is natuurlijk, hebben we data. Na elk weekend, na elke optreden, wordt data verstrekt ten aanzien van de handhaving. En ik wil voorzichtig optimistisch zijn ten aanzien van de handhaving. Maar de uitdaging is nog steeds natuurlijk de illegale feesten. En het Korps Politie Suriname met ondersteuning van Defensie. Met ook ondersteuning van andere ministeries, onder andere AWJ. Wordt dus de handhaving gedaan. En we verwachten natuurlijk ook dat de activiteiten worden opgevoerd. En dat we de handhaving richting kunnen blijven doen. De ingangstijd van het uitgangsverbod is recentelijk wederom bijgesteld en wel van 9 uur naar 11 uur 's avonds. Hierbij geldt nog altijd dat men zich tot 5 uur in de ochtend niet zonder meer op straat mag begeven. Het samenscholingsverbod staat daarentegen nog recht overeen. Het is verboden deel te nemen aan een groep van meer dan 10 personen. Verder is het ook verboden om feesten met inbegrip van huisfeesten te houden. Houdt u er terdege rekening mee dat samenscholingen met meer personen dan is toegestaan en waarbij de preventiemaatregelen niet in acht worden genomen, een bron van besmetting kunnen zijn? Neemt u daarom te alle tijden de Mohana-protocollen in acht. Ontsmet uw handen, houd afstand en doe een mond- en neuskap op. Het is ook raadzaam zich te laten testen bij griepverschijnselen. Daarboven is vaccinatie nog altijd de beste keus. En dat was Focus. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.